bent zeer te prijzen. Heren, wij mogen moed houden, want dit is niet het einde. Heer, u geeft ons elke dag opnieuw leven. Heer, u geeft ons elke dag opnieuw liefde. Heer, u geeft ons elke dag opnieuw toekomst. Heer, u geeft ons elke dag opnieuw perspectief. Heer, dus vatten we moed, want het is niet het einde. Dit is pas het begin. Dank u, Heer. Amen. Goedemorgen. Gezond geven, dat is het thema waar ik met jullie over ga spreken. Gezond geven, een levenskunst. En ik noem het bewust kunst, want kunst roept bij mij associaties op van creativiteit, vrijheid, ruimte. Dus dit is niet een overdenking over hoe moet je geven. Het is ook niet een soort instructie over effectief geven in 5 stappen. Nee, dit is een overdenking over gezond geven, een levenskunst. En kunst, dat is voor iedereen verschillend. Voor de ene zal het zijn als een schilderij, kleurrijk. En voor de ander misschien als een gedicht met prachtige woorden die jullie hart wellicht zou verwarmen. En weer voor een ander is het een dans die je in beweging brengt, die je in beweging zet. Geven, gezond geven, want we zijn allemaal geroepen om gevers te zijn. Waarom? Omdat God zelf de grootste gever is. God is de grootste gever en hij geeft leven. En hij geeft ons het leven als geschenk, ook aan elkaar. Afgelopen vrijdag zat hier de kerk vol. En dat kwam omdat we afscheid namen van Ulke. En ik heb steeds in de afgelopen week gingen de regels door mijn hoofd. Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. En dan dat van dit geheimen is, God het begin en einde is. Niemand weet wat leven is, maar wel dat het gegeven is. En als we afgelopen vrijdag iets hebben kunnen ervaren en kunnen proeven, is het leven, het grote geschenk in het leven van Ulke. Het grote geschenk van zijn leven. Want als er iemand was die een gift was voor de ander. Ik heb jaren met Ulke in het Living Waters team mogen samenwerken. En als er iemand was die een gift was voor de ander, dan was het Ulke. Met zijn vriendelijkheid, met zijn liefde, met zijn grote vaderhart. Niemand weet wat leven is, maar we weten wel dat het gegeven is en dat het een enorm geschenk is. En kijk eens om je heen. Die mensen naast je. Doe dat eens, jullie kijken nu allemaal nog strak mij aan. Maar kijk eens om je heen. Je bent een cadeautje. Je bent een cadeautje voor elkaar. Je bent een geschenk voor elkaar. Laat je leven een gave zijn. In het Engels zou je het heel mooi kunnen zeggen. Be present. Wees aanwezig in het leven van elkaar. Be present. Be a present. Wees aanwezig en wees een geschenk. Wees een geschenk voor elkaar. We zijn geen concurrenten van elkaar. We zijn geen obstakels voor elkaar. We staan elkaar niet in de weg. We zijn gegeven aan elkaar. Hoe mooi is dat? En samen mogen we het beeld van de drie-enige God weerspiegelen. Nou, binnenkort, het werd al gezegd, vieren we Paasfeest. Over 2 weken. En het Paasfeest is het grootste feest waarin God het grote geschenk, het grootste geschenk aan ons gegeven heeft. Namelijk zijn Zoon, Jezus Christus. Wat een enorm geschenk. En Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons. Geven.
Nou, bij geven gaat het ook over ontvangen. En geven en ontvangen, eigenlijk heel veel feesten staan in het teken van geven en ontvangen. We geven elkaar cadeaus op verjaardagen. We geven elkaar cadeaus met Sinterklaas. We geven elkaar cadeaus met kerst. We geven elkaar cadeaus en we vinden het leuk om te geven en we vinden het leuk om te ontvangen. Waarom? Omdat God een gevende God is. En omdat wij daarin op Hem mogen lijken. En wat kunnen we blij zijn met dat grote geschenk van Jezus. Dat Jezus gekomen is als gift. En het is mijn verlangen dat onze ogen en onze oren en ons verstand en ons hart open zal gaan. En dat we zullen ontdekken wat Hij ons wil geven. En als we het over geven en ontvangen hebben, dan hebben we het ook over de gaven die God gegeven heeft. We hebben heel veel verschillende gaven. En ik wil daar eens met jullie over lezen in Romeinen 12. En ik lees dat vanuit de basisbijbelvertaling. En dan staat dan vanaf vers 6 staat het volgende. We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. En voor elke gave geeft God ons zijn hulp. Wie de gave heeft gekregen om te profeteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt Gods hulp om les te geven. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. En wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen. Ik heb bewust voor deze vertaling gekozen omdat er fantastisch mooi steeds staat. Gaven gekregen. God heeft ons zoveel gegeven en dat is genade. Dat is genade. En heel vaak denken we bij genade aan schuld en aan zonde. En wat een enorm geschenk is dat. Dat God ons vergeeft. Dat Hij ons genade schenkt. Maar genade is zoveel meer dan alleen dat. Genade is alles. Alles wat je onverdiend gekregen hebt. Alles wat je onverdiend gekregen hebt. Dus ook het leven zelf. En je zou kunnen zeggen dat iemand die heel dicht bij God leeft, die maakt optimaal gebruik van de genade. Dus hoe dichter we bij God leven, hoe meer we die genade benutten. Want het is toch zonde als je los van God probeert te leven. Als je het ook bijvoorbeeld bij het geven dat op eigen kracht zou proberen te doen. Zelfs het leven hebben wij dus gekregen. En dat is niet op basis van verdiensten. Wij kregen het zomaar. En we hebben dat ook niet zelf georganiseerd. We hebben het zelf niet eens bedacht, ons leven. En natuurlijk moeten we plannen maken. En moeten we nadenken over de keuzes die we maken in ons leven. Dat is belangrijk. Maar we kunnen ons leven niet bezitten. We hebben er geen recht op. Daar zijn we ook in de afgelopen week weer zo bewust van geworden. Maar het is een gave, het is genade. En zelfs de dag van morgen is niet ons bezit. God zal het creëren. En Hij zal het ons geven. En wij mogen het ontvangen, uitpakken en ook weer doorgeven. God is een gever die voluit kan geven zonder dat hij er zelf minder van wordt. Heb je daar wel eens over nagedacht? God is een gever die voluit kan geven zonder dat hij daar zelf minder van wordt. Deels geldt dat ook voor ons. Maar deels ook niet. Als wij geven wat we hebben, als ik bijvoorbeeld dit pakje wat hier staat, als ik dat zou weggeven, dan heb ik het hier niet meer, maar dan heeft een ander het. Dus als ik geef wat we hebben, dan moeten we het delen of dan raken we het kwijt. Als we geven wie we zijn, dan niet. Als we geven wie we zijn, dan mag de ander ervan genieten
En dan raken we het zelf niet kwijt. God is een gever die kan geven zonder er zelf minder van te worden. God geeft zonder voorbehoud. Hij geeft zonder voorbehoud. En heel vaak hebben wij een vertekend beeld van God. Althans, dat kom je wel eens tegen. En er zijn eigenlijk kort gezegd twee beelden van God die eigenlijk niet kloppen. Je zou God namelijk kunnen zien als een soort Sinterklaas die jou voortdurend cadeautjes geeft en puur alleen maar om jou te verwennen. En het enige wat je dan hoeft te doen is van dat blij en dankbaar ontvangen. Of je zou God kunnen zien als een onderhandelaar. Nou, God is geen Sinterklaas. God geeft niet om jou te verwinnen. Dat klinkt misschien een beetje streng. Maar God geeft omdat hij een gever is. Hij geeft omdat hij een gever is. En God is ook geen onderhandelaar waarmee je het op een akkoordje moet gooien. Zo van, nou Heer, als ik nu heel braaf leef, dan krijg ik misschien wel zegen daarvoor terug. Of dan gaat het misschien beter met mij. En als het dan niet beter gaat, heb ik dan iets verkeerds gedaan. Dan zie je God eigenlijk als een onderhandelaar. En dat zijn beide beelden die niet kloppen. God geeft zonder voorbehoud. En het is belangrijk dat als je over geven nadenkt, ook je eigen geven, dat je ook nadenkt over ontvangen. Dat je ook kunt ontvangen. Want als je alleen maar geeft en alleen maar geeft en niet kunt ontvangen, dan zul je leeglopen. Dan zul je opdrogen en dan zul je opbranden. Ja, dus wij kunnen geven, en dat kan van alles zijn, we kunnen geven omdat we in eerste instantie ontvangen hebben. Dat we dat grote geschenk van Gods liefde en het grote geschenk van vergeving in zijn Zoon Jezus Christus ontvangen hebben. Want Christus, Jezus, is de bron waardoor wij kunnen geven. En hij is een voorbeeld ook van menselijk geven. Maar hij heeft het niet alleen voorgedaan, hij doet het ook door ons heen. Christus is degene die het geven in en door ons doet. Door jou heen doet. En ons geven, hoe dan ook, is een echo van zijn geven. En als het nou om tijd gaat, of om aandacht, of om geld, of om materiële dingen. Want in jouw geven wordt Gods geven zichtbaar. Dan komt er een stroom van levend water op gang. Jullie zien hier een foto. Althans, die komt er nu. Jullie zien hier een foto. Nou, dit is niet de Zwette. Dit is ook niet het Margrietkanaal. Ook zelfs niet de Dokkumree. Wat is dit? Wat is dit? Wie herkent het? Dit is de Jordaan, precies. De Jordaan, een rivier die stroomt vanaf het Hermongebergte. En die stroomt en die vult verschillende meren of zeeën. In het volgende plaatje zien jullie het meer van Galilea. Een meer vol met leven. Met vissen, met prachtig helder water, met bloeiende bomen, vol leven. Want het wordt gevoed door de Jordaan. Een stroom van levend water. Maar het volgende plaatje, dat is de Dode Zee. Wordt ook gevoed door diezelfde rivier, de Jordaan. En de Dode Zee die heeft zijn naam niet te danken, niet voor niets. Het is zo dood als een pier. Er leeft niets. Geen vissen, het is doods. En het enige wat het drijft, zijn toeristen. En zelfs die schijnen op de lange duur daar niet meer te kunnen drijven, want ook de Dode Zee droogt op. Hoe kan dat? Hoe kan het dat twee verschillende meren die gevoed worden door dezelfde bron, de ene vol leven is en de andere zo dood als een pier? Nou, dat komt omdat het meer van Tiberias of het meer van Galilea, die wordt niet alleen gevoed door de Jordaan, die ontvangt de stroom van levend water,
En die geeft het ook weer door. Er is een stroom van leven. Ontvangen en doorgeven. Ontvangen en doorgeven. En de Dode Zee, vanwege de diepe ligging, kan slechts ontvangen. Het enige wat de Dode Zee nog doet, is ontvangen. En daar stopt het. En op het moment dat, en dat is een mooie geestelijke les ook hierin, op het moment dat je alleen maar ontvangt, maar niet wil of kunt doorgeven, het leven dat je ontvangen hebt, de rijkdom, de zegen, als je alleen maar kunt ontvangen, dan stopt het. En dan gaat het leven eruit. We zijn geroepen om een geschenk te zijn voor de ander. God zelf nodigt ons daartoe uit. Dat is onze roeping, om te ontvangen, leven, maar ook weer door te geven. En uiteindelijk geven we dan ook weer terug aan God. Dat is ook het mooie. Wij ontvangen zegen en leven van Hem. En we geven het door. En in ons geven aan elkaar geven we eigenlijk ook weer terug aan God. En niet zozeer omdat Hij erom vraagt, maar omdat wij het ook mooi vinden, fijn vinden om te geven. En je kent dat principe misschien wel. Toen Riemke en ik, toen onze kinderen kleiner waren, nu niet meer, maar toen onze kinderen kleiner waren, dan kregen ze van ons zakgeld. Nou, ze kunnen nu voor zichzelf zorgen. Maar dan gaven we ze zakgeld, deels om er zelf iets voor te kopen. Wat ze ook maar zouden willen. Je geeft zakgeld aan een kind, zodat hij leuke dingen voor zichzelf kan kopen. Maar ook deels om er bijvoorbeeld cadeautjes van te kopen. Voor broertjes en zusjes. Omdat we zoiets hadden, we geven je iets, maar zodat je ook weer kunt doorgeven. Sterker nog, zelfs de cadeautjes die we zelf kregen van hun, waren eigenlijk in een soort omloop. We gaven hun geld en uiteindelijk gaven zij ons weer een cadeautje van het geld wat wij gegeven hadden. En dat is dan niet de sigaar uit eigen doos. Nee, dat is het mooie principe van ontvangen, geven en ontvangen. Het interessante is, ik las een tijd terug een boek. En er stond in dat in de Joodse wetgeving, daar staat dat als je leeft van de giften van een ander, hè, dus stel dat je iets krijgt omdat je niet voor je eigen inkomsten kunt zorgen, als je leeft van de giften van een ander, dan ben je ook verplicht om een deel van wat je gekregen hebt weer door te geven. En in eerste instantie dacht ik, hè, dat is een beetje vreemd, hè? Dat is een beetje streng. Maar zeggen ze, nee, dat is heel belangrijk. Want je mens moet niet alleen maar ontvangen, je moet ook geven. Want in dat geven zit ook de menselijke waardigheid. En dat vond ik een heel krachtig principe. Als je dus geeft aan een ander, moet je eigenlijk zo ruimhartig geven, dat de ander ook weer voldoende heeft om door te geven. En niet mondjesmaat. Nou, dat werkt ook binnen de gemeente. He, wij geven aan de gemeente, zodat de gemeente dit gebouw kan onderhouden, zodat er van allerlei dingen kunnen gebeuren. Maar we verwachten ook dat het daar niet stopt, dat de gemeente ook weer doorgeeft. En daar zie je dat principe ook in. Dat is prachtig. En het grappige is, wij waren, Riemke en ik hebben een, samen met nog een aantal mensen, hebben een stichting in Oeganda. En daar zie je datzelfde principe. En een vriend van ons, Joram, dat is de projectleider daar in Oeganda. Toen wij hem leren kennen, toen steunden wij hem in zijn studie. Hij was oudste zoon uit een gezin en hij was op een bepaald moment gestopt met zijn studie. Want hij moest eigenlijk geld verdienen om zijn broertjes en zusjes naar school te kunnen laten gaan. Nou, prachtig. Alleen wij hadden zoiets van, wat jammer nou voor jou dat je je studie niet kunt afmaken. Nou, wij hadden net een kind dat gestopt was met de studie, of klaar was met de studie. Dus wij hadden zoiets van, wij willen wel jouw studie betalen. En we hadden dat precies uitgerekend. He, zo zijn we dan ook wel weer. Collegegeld, campusgeld. En op een bepaald moment kwamen we erachter dat hij een deel van het geld weer doorgaf aan anderen. En mijn eerste reactie was van, ja hallo, dat is niet de afspraak. Wij geven jou niet zodat jij weer kunt doorgeven.
En toen las ik dat stuk over die Joodse wetgeving. En toen dacht ik, oh, wat mooi. Wat mooi dat hij dat deed. Hij gaf, hij ontving niet alleen, maar hij gaf ook weer van dat wat hij ontvangen had. En daarin zit ook de menselijke waardigheid. Dus geef ruimhartig, zodat ook een ander weer kan geven. Want daardoor kom je eigenlijk ook gelijk tegenover elkaar te staan. Er is een Afrikaans gezegde die zegt, de hand die geeft die is altijd de bovenste hand. En de hand die ontvangt is altijd de onderste hand. Dus als je niet een ongelijkwaardige relatie wil krijgen, dan moet je geven, maar je moet ook kunnen ontvangen. En je moet ook weer andersom kunnen geven. En dan heb je die uitspraak van Dom Helder Camara, een Zuid-Amerikaanse bisschop, die dan zegt van, niemand is zo arm dat hij niets kan geven. En niemand is zo rijk dat hij niets zou kunnen ontvangen. Het is voortdurend een gezonde balans tussen geven en ontvangen. Sterker nog, tussen ontvangen en geven. Dat is ook onze ervaring in Kahondo, dus het dorpje waar wij dan onze stichting hebben. We gaan erheen, we zijn er een aantal keren geweest, en je gaat erheen met het idee dat je iets komt brengen. We zorgen ervoor dat kinderen naar school kunnen gaan, voor schoolmaterialen. En het is fantastisch. We hebben ook ervaren hoe mooi het is om te ontvangen. We hebben ook een groot aantal mensen hier uit de gemeente hebben ons gesteund in de afgelopen jaren. En ik merk dat ik nog blijer ben met datgene wat ik ontvang om weer door te kunnen geven dan als ik iets ontvang gewoon puur alleen maar voor mezelf. Het is zo mooi om te kunnen ontvangen om door te geven. En dan ga je erheen met het idee, we komen iets brengen. En dan kom je zo enorm verrijkt weer terug. Wij brengen er misschien iets, maar zij geven ons zoveel vreugde, rijkdom, geestelijke rijkdom ook terug. Dus je geeft iets, maar je krijgt ook tegelijkertijd iets terug. En dat is mooi. En wat zou het prachtig zijn, dat dat eigenlijk overal zo zou zijn. Dat je geeft, dat je ontvangt. En dat die verdeling goed zou zijn. Maar ja, die verdeling is niet altijd goed. Die verdeling is soms gestagneerd. En die verdeling is soms niet eerlijk. En tuurlijk is het prima. Prima dat we niet alles hebben en alles kunnen. Ook als het gaat om gaven. Hè? Ik bedoel, de een is muzikaal. De mensen die hier staan zijn muzikaal. Ik ben niet muzikaal. Dus we hebben elkaar nodig. Een ander is meer praktisch. En weer iemand anders niet. Dus ik denk dat ook God bewust niet alles aan iedereen geeft, maar dat hij allemaal stukjes geeft. Een beetje aan jou, en een beetje aan jou, en een beetje aan jou. Zodat we ook beseffen dat we elkaar nodig hebben. Dat we alleen in verbondenheid met elkaar kunnen leven. Dus sommige verschillen zijn wenselijk, maar anderen ook niet. Die zijn pijnlijk. Hoe kan het? Dat 44% van de westerse bevolking en ook vooral jonge mensen op een ongezonde manier overgewicht heeft. En hoe kan het aan de andere kant dat 20% van de mensen bijvoorbeeld in het continent Afrika ondervoed is? Dat is een niet eerlijke verdeling tussen geven en ontvangen. Paulus zei heel mooi in 2 Korintiërs 8 vers 15 ook over die verdeling. Hij die meer had, had niet te veel. En hij die minder had, had niet te weinig. Hoe mooi zou dat zijn? Nou, ik wil met jullie nog even nadenken over een aantal houdingen als het gaat over geven. En sommige dingen die op geven lijken, maar eigenlijk geen geven zijn. Je zou kunnen zeggen, je hebt eigenlijk drie basishoudingen. De eerste is nemen. En nemen, je ziet het ook aan mijn gebaar, nemen is op jezelf gericht. Bij nemen neem je iets wat niet van jou is, wat je niet verdiend hebt en wat je ook niet gekregen hebt. Dat is nemen. En dat is eigenlijk diefstal. Dat je iets neemt. De tweede is krijgen en verkrijgen. Nou, dat ken je. Op het moment dat ik bij wijze van spreken een tablet koop, dan geef ik daar geld voor en dan krijg ik er een apparaat voor terug.
Op het moment dat ik werk voor mijn werkgever, dan geef ik tijd en dan krijg ik er geld voor terug. Dat is krijgen en verkrijgen. Dat is een verkopende houding. Niks mis mee, maar het is geen geven. He, mijn baas geeft mij niet salaris. Nee, hij betaalt me dat uit. He, en ze zeggen ook wel eens van, wat verdien je? Nou, dan vragen mensen ook wel eens, bedoel je wat ik verdien? Of bedoel je wat ik aan het eind van de maand op mijn rekening krijg? En daar zit ook nog wel eens een verschil tussen. Dat mensen soms het idee hebben dat ze meer verdienen. Maar dat is krijgen en verkrijgen. En dat doen we heel veel. En er is niks mis mee. Maar dat is nog geen geven. Geven, een gevende houding, zou je kunnen zeggen. Als je geeft, dan verdient de ander dat niet. Dan zitten daar geen allerlei mitsen en maren aan. Je krijgt er ook niks voor terug. Maar je geeft. Zonder voorbehoud. En dat is best radicaal, hoor. Geven zonder voorbehoud. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar Riemke en ik, een klein stukje erover over vertellen, een beetje privé, hebben wel eens dat als er iemand jarig is, en dat we dan tegen elkaar zeggen van, hoeveel doen wij eigenlijk ook alweer bij die mensen? En dan bedoelen we bedrag, hè? Misschien dat jullie dat niet hebben, maar dan een beetje afstemmen. Want je wil mensen ook niet in verlegenheid brengen, dat je te veel geeft, toch? Nee, maar wat doen we ook alweer? Of, hé, wat hebben wij de laatste keer van hun ontvangen? Kijk, en als jij een fles wijn geeft, Nicola is hier nu niet, maar stel dat Nicola en ik zou een fles wijn aan Nicola geven. Nou, dan moet die toch minstens 15 euro kosten, denk ik. Goeie wijn. En ik ben dan, ja, je geeft een goede fles wijn aan een vriend of een vriendin. En een maand later ben jij jarig en je krijgt een slobberwijntje van 3 euro terug. Op het moment dat je dan teleurgesteld bent, dan moet je eigenlijk tot jezelf zeggen, ik was niet aan het geven. Ik was aan het investeren. Dus een relatiegeschenk, wat we wel eens bij de jaarwisseling doen, is geen geven. Kijk, als een ondernemer een relatiegeschenk geeft aan een goede klant, dan spreekt daar ook de verwachting uit van, hey, in het komende jaar gaan wij wellicht weer zaken doen met elkaar. Niks mis mee, maar het is geen geven. Het is investeren. Goed. God daagt ons uit om te ontvangen, om door te geven. En God helpt ons om van nemers ontvangers te worden. En om van ontvangers gevers te worden. In het koninkrijk van Jezus Christus is het dus niet een kwestie van geven en nemen. In het koninkrijk van Jezus is het een kwestie van ontvangen en geven. Ontvangen en geven. En dit principe kleurt onze relaties als het goed is. Binnen ons gezin, binnen onze gemeente, binnen de samenleving. En het is goed, denk ik, om regelmatig stil te staan bij welke basishouding typeert jou, typeert mij. Ben je een nemer? En tuurlijk, als je jong bent, is het heel goed om heel veel te ontvangen. Je ontvangt het leven, je ontvangt zorg. Maar hoe groter je wordt, hoe meer je eigenlijk zou moeten gaan geven. Geven is een teken van volwassenheid. Op een bepaald moment heb je genoeg ontvangen en dan kun je gaan uitdelen. Geven is een teken van volwassenheid. En wat typeert je basishouding? Zien we elkaar als klanten? Zien we elkaar vooral dat we het zaken kunnen ruilen? Of is er ook voldoende ruimte om te geven? Als we een geschenk gegeven wordt, wordt het leven bijzonder. Omdat Gods eigen geven van geschenken door de gever heen stroomt. En wat geeft God aan ons? Dan wil ik even nog terugkomen op dat beeld van de drie-eenheid. De drie-eenheid, en dat wordt in het volgende plaatje afgebeeld, de drie-eenheid is door de eeuwen heen heel vaak uitgebeeld als een dans. Een dans. Van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Een dans van geven, ontvangen, geven, ontvangen. En in die stroom, bijna een soort whirlpool van liefde, geven ze aan elkaar. En ze geven zoveel en ontvangen zoveel van elkaar, dat het overstroomt. Het stroomt over naar ons toe. En wij mogen in die stroom gaan staan, die stroom van liefde, van leven, van vreugde. En we mogen doorgeven. En dat kan geld zijn, dat kan tijd zijn, dat kan aandacht zijn. En we mogen geven wat we hebben en dan delen we het. En we mogen nog veel meer geven wie we zijn. Wie we mogen zijn in Jezus. Goed, ik ga bijna naar een afronding. Maar ik wil even een kort iets beeldend maken. En daar heb ik even hulp voor nodig. Dus ik ga eens even kijken. Leo. Leo is ook maakt ook deel uit van het bestuur van de Stichting Kahondo. En Leo, jij mag mij even helpen in een soort rollenspelletje over geven en ontvangen. Eerst eens een vraagje. Wat is dit? Cadeautje? Hoe weten jullie dat? Hoe weten jullie dat dat een cadeautje is? Het lijkt erop, ja. Want het is mooi ingepakt. Het heeft een mooi glimmend papiertje. Het zit een mooie lint omheen. Dus het zou een cadeautje kunnen zijn. Maar geven is relationeel. Hè? Want om iets te geven moet er ook een ontvanger zijn. En om iets te kunnen ontvangen moet er een gever zijn. Nou, ik ga eens even een rollenspelletje doen met Leo. Leo, zou jij mij dit cadeau willen geven? Ja, Leo dacht natuurlijk dat hij het zou krijgen. Maar ik ga hem vragen om het mij te geven. Nou, Harm, ik heb hier een mooi cadeautje. Alsjeblieft. Ik hoef het niet. Nee, ik hoef het niet. Nee, want volgens mij, misschien zit er helemaal niks in. Word ik gewoon gefopt, hè? Fopcadeaus. Is het fake? Of ik ontvang het, maar dan sta ik in het krijt bij Leo. Want ja, dan heeft hij mij iets gegeven en dan moet ik weer iets teruggeven. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik wil het niet. Sneu, hè? Is lastig, hè? Stel je voor, je bent de grootste gever die er bestaat. Je mag hier even blijven, Leo. anders gaat het mis. Maar stel je voor, je bent de grootste gever die er is. En je hebt zo'n fantastisch cadeau. Leven, nieuw leven. En mensen willen het niet ontvangen. Daar sta je dan, met je cadeau. We gaan dat nog een keer doen. Tweede kans. Probeer het opnieuw. Oké. Harm, ik heb hier nog steeds een heel mooi cadeautje. Alsjeblieft, voor jou. Ja, dank je wel. Fantastisch. Ja, dit is geweldig. Dank je wel voor dit fantastisch mooie cadeau. Ik ben er heel erg blij mee. Oké, dankjewel. Of moet er nog iets gebeuren? Wat? Openmaken. Oh, dus ontvangen alleen is niet voldoende. Oké, ik ga het openmaken. Een doos vol met paaseitjes. Jammer genoeg niet voldoende voor iedereen. En ook dat is een les. Je hoeft niet altijd te geven zodat iedereen alles krijgt. En ook de mensen die zometeen geen paaseitje ontvangen, geniet van het feit dat een ander wel iets gekregen heeft. Dat is ook mooi. En ik ben zo blij dat Leo mij dit gegeven heeft.
dat ik die blijdschap ook weer wil delen met een aantal anderen. Dus ik zal Leo ook vragen om het uit te delen. Goed. Goed, mensen. Geven is relationeel. God geeft. God geeft en wij mogen ontvangen. Wij geven en anderen mogen ontvangen. En ook het grootste geschenk van God aan de wereld is een relationeel geschenk. En dat betekent dus dat er verschillende betrokkenen bij zijn. Er wordt gegeven en er wordt ontvangen. Want in Johannes 3, vers 16 staat, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Mensen, het initiatief gaat van God uit. Hij gaf al lang voordat wij konden beslissen of we het wel of niet wouden ontvangen. Hij heeft zijn liefde al gegeven, lang voordat wij er waren. En het enige wat wij mogen doen, is het te ontvangen. Maar dan moet je wel lege handen hebben. En een leeg hart. Dus het begint ook met overgave. Er zit ook het woord geven weer in. Wat mogen wij geven aan God? Alles wat ons vasthoudt. Alles wat ons belimmert. Waardoor wij de handen niet vrij hebben. Alles wat ons hart bezwaart. Mogen we overgeven. Ook onze eigen gereidheid. Misschien ons leven zonder hem. Mogen we overgeven. In een prachtige wissel. En dan zal hij vergeven. Wat een geschenk. En zal hij ons geven het nieuwe leven. Ben jij een gever? Zou jij een gever willen zijn? Wil jij het geven in jouw leven nog steeds nog groter maken? En dat kan dus op allerlei manieren. Geef je over. Geef je over aan hem die liefde is. Geef je over aan hem die leven is. En hij zal je geven nieuw leven. En laten we ons in de komende tijd dagelijks verheugen op dat wat we gekregen hebben en dat wat we geven mogen. Deel met elkaar. En mensen, zometeen mag je bij de étagères gaan staan, mag je naartoe gaan als je wil overgeven, als je je leven wilt overgeven, of als je datgene wat je belast wil geven, wil overgeven, zodat je kunt ontvangen. Met een open hart en met lege handen. Ik wil graag bidden. Vader in de hemel, dank u dat u een gevende God bent. Help ons, Heer, om los te laten, om onze gebalde vuisten wellicht open te maken, zodat we kunnen ontvangen. Uw liefde. Heer, u bent liefde. U bent leven. Help ons, Heer, om ons over te geven en te kunnen ontvangen dat wat u voor ons hebt klaargezet. Heer, uw cadeau voor ons is zo groot. Heer, en help ons om van nemers ontvangers te worden. En help ons om van ontvangers gevers te worden. Zodat we het leven dat u geeft met elkaar mogen delen en ook met deze wereld mogen delen. Dit bid ik in Jezus' naam. Amen.